Funga Alafia allemaal. Ik ben Leontien van Hooft en ik ben de auteur van Balla en het geheim van de bron, het tweede deel van de chronieken van Ubuntopia. De mooie illustraties in dit boek zijn gemaakt door Jean-Claude Ngemere, geboren in Rwanda. Kom, er zijn nog heel veel verhalen die ervan dromen om verteld te worden. Emé lag met haar handen onder haar hoofd na te denken. Wat had Budget toch een lef gehad om met Harwich mee te gaan? Budget moest het, zeker omdat ze ziek was, doodeng gevonden hebben. Ze wist niet of ze het zelf gedurfd zou hebben. Gelukkig voor Budget wist Harwich haar telkens te redden. Maar toen raakten de rollen omgekeerd. Harwich had haar hulp nodig. Ze had alle kracht die ze in zich had moeten aanwenden om hem op haar beurt te redden. Ze blies en blies, maar het lukte haar niet. Gelukkig kwamen de wilde dieren haar helpen. En toen gebeurde er iets ongelooflijks. Het universum ging hen meehelpen en stuurde een enorm krachtige wind die de boom deed wankelen en de leeuw wegjoeg. Harwich was vrij. En mee draaide haar hoofd en keek door het raampje. Daar in die donkere nacht tekende zich een baan van grote en kleine blauwe en oranje sterren af. Ze draaide zich om. Ze wist dat ze veilig waren. De volgende ochtend kriebelde de zon al vroeg door het tentraampje. Emé snoof de buitenlucht op. Het rook heerlijk. Kom Emé en Makeda, ik heb eieren met tomaten gebakken. Balla maakte hen wakker. Dank je Balla, zei Makeda lachend. Ik heb ook ontbijtspullen meegenomen hoor. Jungo zag de fruitsalade van Makeda en keek er met grote ogen naar. Kom maar, zei Makeda. Er zitten stukjes kiwi in, Jungo. Ik heb begrepen dat je daar verslaafd aan bent. Jungo fladderde snel naar Makeda. Kom, we hebben geen tijd te verliezen, riep Balla ongeduldig. De mist wacht niet. De reis ging verder. Makeda reed heel stevig door. De jeep bonkte door diepe kuilen en plassen en iedereen bonkte en schudde mee. En mee boog zich naar voren en vroeg Balla. Maar hoe kon dat nou toch? Harwich die het water van de Blauwe Nijl reinigde. Was het water dan zo vies? Balla draaide zijn hoofd om. Hij had die vraag verwacht. Zijn verhalen waren namelijk altijd bedoeld om dingen duidelijk te maken. Van eenhoorns is bekend dat hun hoorn over tegengif beschikt. Om vies water weer fris te maken, legde Balla aan hem mee uit. Maar de mensen geloven jammer genoeg niet meer in eenhoorns. Waar? Emé trok haar wenkbrauwen hoog op. En Balla vervolgde zijn verhaal. Weet je Emé, eenhoorns hebben heel lang geprobeerd de mensen te bereiken en hen hiermee te helpen. Maar als er niet meer in je geloofd wordt, dan word je verdrietig. Dat gebeurde ook bij de eenhoorns. Daarom lieten ze zich steeds minder aan de mensen zien, tot ze uiteindelijk niet meer gezien werden. Ze hebben het gewoon opgegeven. Dus daarom is er zoveel vervuild water, zei Emé. Ja, zei Balla. En hij aaide over Jungo's groene kopje. Plotseling trapte Makeda op de rem. Emé keek verschrikt naar buiten. Er lag een dikke boomstam op de weg. Ze konden echt niet verder rijden. Makeda moest omkeren en een nieuwe weg zoeken. Maar ze kwamen vast te zitten in een modderpoel. Daar stonden ze. Midden in de Afrikaanse jungle. Een eenzame jeep vastgezogen in de modderpoel. Ja, ik weet niet hoe dat we hieruit moeten komen, zei Makeda. Ai, dan hebben we een heel groot probleem, zei Balla. Want het is niet verstandig om hier de jeep te verlaten en ons eruit te duwen. Te veel wilde dieren. Juist op dat moment kwamen er twee jonge olifanten uit het woud rennen. Ze riepen regelrecht op de jeep af. Balla, Emé en Makeda raakten verlamd van schrik. Zelfs Jungo zat als bevroren op Balla's schouder. Sst, zei Balla. Ze zijn erg dichtbij. Je kunt ze ruiken. Hij hield voor de zekerheid zijn hand om de snavel van Jungo. Die mocht nu echt geen onverwacht geluid maken. Daar was Jungo zelf het helemaal niet mee eens. En hij kleurde blauw van irritatie. Zich allemaal muisten.
Een van de olifanten liep nieuwsgierig langs de jeep heen en weer. Hij vroeg hij wel kijken wie erin zit, fluisterde hij mee heel zachtjes. De andere olifant duwde constant tegen de achterkant van de jeep. De jeep schudde heen en weer en schoof telkens een stukje door de modder. Toen zag Makeda haar kans schoon. Ze gaf flink gas. De modder spatte alle kanten op en de jeep kwam vrij. De olifanten keken op en trompetterden naar elkaar. Het leek wel of ze besloten hadden om met elkaar te gaan stoeien in plaats van met de jeep. Makeda maakte van het lawaai en de stofwolk gebruik om snel weg te rijden. Het rijden niet echt gevaren hoor. Olifanten zijn van nature vriendelijk en nieuwsgierig. Ze laten graag hun kracht zien, zei Bang. Ze zien de jeep met ons allemaal erin als één geheel. Stoeien doen ze heel erg graag. Maakt hen niet uit waarmee. Stiekem voelde Baba zich toch opgelucht. En mee keek achterom. Ze zag ze niet meer, maar ze konden hun vrolijke getrompetter in de verte horen. Langzamerhand werd het mistiger en kouder. Dat betekende dat ze dichter bij het dorp kwamen. En mee draaide zich nog even om. Nu nog. Jungo knikkebolde met één waakzaam oog gericht op de zak kiwis die Balla had meegenomen. In de verte renden twee witte leeuwen met hen mee. Maar dat ging voorbij aan Balla en Makeda. Alleen en mee kon immers dingen zien die volwassenen niet zagen. Maar zij sliep. In de namiddag bereikten ze het dorp. Het leek wel uitgestorven. De huizen hadden grote ijspegels aan de daken hangen. Het voelde alsof de mist hen kon aanraken en mee rilde. De dorpsbewoners gluurden door de kieren van hun deuren naar de vreemdelingen die op het marktplein uit de jeep stapten en zich lekker uitrekten. Het was een lange reis geweest. Welkom, zei een jonge stem. Ik ben Jaro. Hij was nauwelijks te zien. Wie zijn jullie? Walla maakte een buiging met zijn hand op zijn hart. Ujambo! Aangenaam, Jaro. Blij dat we je gevonden hebben. Ik ben Balla de Griot en dit zijn Makeda en Emmy. En ik ben Jungo, dacht Jungo. Verongelukt en kleurde op slag blauw van irritatie. Ik word weer vergeten. De wijzen van de wereld hebben ons hierheen gezonden om je te helpen. Wauw, dacht Jaro verbaasd. Hebben deze wijze mij, een eenvoudige geitenhoeder, gehoord? Bijzonder. Vertel ons eens, hoe kan het toch zijn dat de mist vat heeft gekregen op dit prachtige dorp? Jaro krabde achter zijn oren en antwoordde aarzelend. Ja, ik heb wel een idee wat er aan de hand is. Maar laten we eerst naar het huis van mijn familie gaan. Ze knikte instemmend. Ze waren moe, hadden honger en wilden graag even uitrusten. Jaro's ouders waren verbaasd toen ze hoorden van zijn oproep. Hulp vragen is nu eenmaal niet gemakkelijk. Vraag kracht om dat te doen. Jaro's moeder sloeg een arm om hem heen. Ze bood direct een maaltijd en onderdak aan de gasten aan. Jungo keek kritisch naar het eten. Er zat echt niks lekkers bij. Balla toverde gelukkig een kiwi uit de zak van zijn mantel. Jungo peuzelde de groene vrucht gauw op. Met de groene harige schillen al. Na het eten wilde Jaro direct op pad om hen de vereiste Shanzo-bron te laten zien. Waarom lopen we naar jullie heilige bron? Makeda keek Jaro vragend aan terwijl ze achter elkaar het mistige bergpad afliepen. Jaro vertelde, nou daar zijn de problemen begonnen. De Shanzo-bron bracht ons dorp vruchtbare grond en welvaart en verwarmde de mensen. Ze had een flonkerende fontein die met kracht haar warme water de lucht in wist te spuiten. Vroeger zwommen alle kinderen erin. Hun gelach klonk dan door de hele vallei. De moeders wasten er samen de kleding en legden hun was te drogen in de zon op de rotsen. Dat klinkt als een fijne plek om te wonen, antwoordde ermee, terwijl ze het bergpad volgden. Dat was het ook, bevestigde de jonge geitenhoeder met een knik. Maar dat is het nu niet meer. Jaro vervolgde zijn verhaal. Tot voor kort was de Shanzo-bron ook een geneeskrachtige bron. De bron werd bezocht door mensen van heinde en ver.
Vaak waren dat mensen die slecht ter been, heel erg moe of verdrietig waren. Maar als ze de bron bezocht hadden, dan kwamen ze als herboren terug. Ze liepen zelfs anders. Hoezo ze liepen zelfs anders? Makeda was verbaasd. Nou, zei Jaro, terwijl die zoekend door de mist de juiste weg naar beneden zocht. Ze leken zich lichter te voelen. Echt waar? En mee trok haar wenkbrauwen hoog op. Misschien kwam Herwis hier dan ook wel 's nachts om het water schoon te houden. Ze hield deze gedachte maar voor zich. Antwoordde Balla peinzend. Het lijkt erop dat de bron hen weer de energie en kracht gaf die ze nodig hadden. Jaro knikte. Maar wat ook heel bijzonder was, dat deze genezen mensen op hun beurt anderen ook weer wisten te helpen. Maar de Shanzo-bron, onze levensader, die bevroor langzaamaan. En dat was het begin van alle ellende. Samen liepen ze het mistige bergpad af naar de bron. De geiten volgden hen. Iedereen voelde de bedrukte stemming van Jaro. En mee stond resoluut stil en keek Balla aan. Dat is verschrikkelijk, Balla. Daar moeten we iets aan doen. Ja, knikte Balla bevestigend. Daar moeten we iets aan doen. Bedankt voor het kijken. Wil je weten hoe dit verhaal verder gaat? Klik dan op het volgende deel. Ben je misschien geïnteresseerd in het bestellen van dit boek? Klik dan op de link in de beschrijving. En je weet het, er zijn nog heel veel verhalen die ervan dromen om verteld te worden.